Ongoing complications, I bandied fake relationships, and a burning bridge. The same old situations, way past the expiration date. Zo, toch? Ja. Ik heb jou gespot op Twitter. Heel geestig. Waar was jij al die tijd? In de keuken voornamelijk. Hi, well, I was just in the neighborhood, so I thought, well, you know, pop by to see how you live, so... Als hij zenuwachtig bij de auditie, ja, dat snap ik wel, want je moet natuurlijk dan gewoon ook iemand kussen die je ook helemaal niet kent. En bovendien, ik zou ook vrij zenuwachtig zijn als ik een soort dansauditie moest doen. Usually I don't like very attractive men, you know, because I like it when somebody has a little... A small defect, you know. I don't mean, you know, a gum the size of a car or Ik vond het ook wel best wel een beetje eng, hoor. Maar ja, ik had natuurlijk die rol al, dus ik dacht, ja, ik doe maar een beetje zo. Ik zat hem de hele tijd maar een beetje soort van te knijpen om hem op zijn gemak te stellen. Ik weet niet, misschien vond hij mij eigenlijk wel een beetje raar. Oké. Ik dacht de hele tijd, oh, ik moet hem op zijn gemak stellen, want volgens mij is hij heel erg leuk. Dat was ook zo. Dus en dat klikte meteen ook goed, dus dat was oké. Okay. Gums the size of a car! Shut up! En ik dacht alleen maar, oh, even, was heel erg dik. Waar heb jij zo goed leren koken? Wat? Hè? Nou, een beetje voor mezelf en een beetje van Smulweb. Smulweb? I'm glad you picked up. Ken jij schaamte? Oh, wat erg. Ja, ik ken heel veel schaamte. Ik schaamde me heel erg. En ik zei, ik schaam me zo verschrikkelijk voor jou eigenlijk, dat ik nu dit dansje doe voor jou, dat ik maar gewoon te erg doe. En toen zei ik ook nog van, jij schaamde je vast ook heel erg bij je Gregory Abbott moment. En toen zei ik, dan kunnen we het nu tegen elkaar wegstrepen. Nou, ik ben best wel onhandig, dus ik zet mezelf best wel vaak verschut, zonder dat ik het wil trouwens. Surprise! Surprise! Wat? Mag ik uw jas aannemen? Mag ik u bezoeken en plaats te nemen? Wat is hier aan de hand? Papa wordt huisman. Mag ik het misschien zelf zeggen? Jij wordt wat? Ik heb een sabbatical genomen. Waarom? Omdat jij nu aan de beurt bent. Maar daar hoef je toch niet helemaal voor te stoppen met werken? Wacht even, hadden we dit niet eerst even moeten overleggen? Ja, maar dan was het toch geen verrassing meer geweest? Maar ik had bij deze film wel dat ik af en toe heel erg geëmotioneerd werd. En dat ik dan ook een aantal takes... Dat het even een aantal takes duurde voordat dat eruit was, weet je wel? Dat ze dan denk ik de vierde of de vijfde take hebben gebruikt. Want de voorgaande takes ik alleen maar... Zo zat. Dus, Wat voor scènes was dat? De ruziescènes. Ik kan bijvoorbeeld zelf heel slecht tegen ruzie. Ook wel scènes dat ik alleen in bed lig en dan door uit het raam aan het kijken ben naar het huis waar ik niet meer in mag. Of de scène dat ik in mijn ochtendjas met een kater voor de deur staan, dat ik mijn kinderen zie rennen met mijn man zo rond de keukentafel. Die blijft mij het meeste bij, ja. Oh god, sorry. Zie je, dat bedoel ik met onhandig. Dat is, kleeft een beetje aan me. Erg. Doei. Nou, laatste draaidag. Het is wat. Ga ik maar. Ga ik hier naar Torbekkeplein?